We zijn hier op het Hongerige Wolf Festival 2018. Het is een zonovergoten weekend. En Bets? Ja, we gaan even kijken naar een impressie. In het noordoosten van Groningen ligt het dorpje Hongerige Wolf, wat één keer per jaar 3 dagen lang in het teken staat van kunst, cultuur en muziek. Deze 8e editie trok ook dit jaar weer honderden bezoekers. Wij staan hier bij het Ambonesebos. Wat is hier aan de hand? Ik heb een voorstelling gemaakt samen met een paar andere mensen. En de voorstelling is een luistervoorstelling, dus mensen krijgen koptelefoons op. En ze kijken heel diep in de verte. Ze kunnen zelfs Duitsland zien. En de voorstelling gaat over, het heet De Grote Verheid. En het gaat over hoe je als kind de wereld als heel groot ervaart. En dat als je zelf groter wordt, dat de wereld om je heen eigenlijk kleiner wordt. Maar hoe de wereld toch uiteindelijk altijd wel groot blijft. Dus. En heb je het speciaal geschreven voor dit weekend? Ja, dit is een voorstelling speciaal voor Hongerige Wolf. Ja. En wat horen de mensen? Ze hebben allemaal een koptelefoon op, hè? Wat horen ze? Ze horen een tekst die ik geschreven heb. Die is ingesproken in Brussel. En ze horen ook anekdotes. Ik heb mensen geïnterviewd over dit thema. En Pauline Rondou, een Vlaamse zangeres, heeft ook muziek ervoor geschreven. Dus dat luisteren ze ook. Jij bent de regisseur van het stuk Pygmalion Off. Ja, dat klopt. We wilden heel graag een stuk maken over de toekomst. We heten De Transmissie. We zijn een toekomsttheatercollectief, om het zo maar te zeggen. En we hebben een stuk gemaakt over Pygmalion, een programmeur van artificiële intelligentie. Dus supercomputers eigenlijk. Die op zoek is om echt kunstmatig elektronisch leven te maken. Het is een heel futuristisch thema. Zien jullie, hebben jullie een technische opleiding gehad dat je dit ook als thema gekozen hebt? Nee, eigenlijk niet. We komen uit het theater, maar we zijn eigenlijk nerds met een passie voor theater, laat ik het zo zeggen. En hoe zie jij echt de toekomst? Want dit is natuurlijk, dit heeft een bepaalde boodschap in zich. Denk je dat het ook zo gaat gebeuren? Nou, ik denk eigenlijk dat in het begin van het stuk zegt een van de acteurs ook, we kunnen wel vooruitkijken en vooruitkijken, maar de toekomst is nu. We kunnen wel eeuwig kunnen zeggen, ja, in de toekomst gebeurt er dit en dat. Maar de tijd om te doen wat goed is, of wat je wil, of wat moedig is, ja, dat is nu. Dus ik heb zelf wel een visie voor de toekomst. Ik denk dat technologie een enorm veel grotere rol gaat spelen in ons leven, in ons dagelijks leven. Alleen, ik ben er zelf heel erg voor om dat beperkt te houden. Om ervoor te waken, dat je blijft waken, waar ben ik als mens? En de technologie, dat je niet voor de technologie gaat leven. Pygmalion biedt mij simulaties draaien van ons universum om daar een lering uit te trekken. Keer op keer zag ik de oer-aarde. In dit stuk leek het erop dat de mens en technologie wel heel erg met elkaar verenigd werden. Ja, aan het einde van het stuk mengt Pygmalion zich met de machine. Hij geeft zijn menselijkheid eigenlijk over aan de machine. En dat is voor jou een schrikbaar toekomstbeeld? Ja. Dit is een waarschuwing. Ja, maar het is ook een ode, want ik denk ook dat de mens is heel goed in overleven en in evolueren. En als je kijkt naar hoe de mens nu met de aarde omgaat, hè, met global warming en oorlogen, et cetera, dan zie je dat het zoals het nu gaan we onszelf eigenlijk uitroeien. Dus er zal een verandering moeten komen. Dus het stuk is ook een soort meditatie over, ja, waar kunnen we heen gaan dat we wel deze aarde en onszelf kunnen behouden. You never fall.
Mevrouw Rika Pot, waarnemend burgemeester van de gemeente Oldambt. U bent hier sinds kort. We zijn hier op een cultureel festival, Festival Hongerige Wolf. Wat wist u van de gemeente Oldambt op cultuurgebied al voordat u hier kwam? De nacht van Winschoten stond mij vers altijd al in het geheugen, want daar hoorde ik veel van. En de Waterbij was een belangrijk evenement als het gaat om cultuur. Maar ook Hongerige Wolf heeft de afgelopen jaren toch heel veel landelijke publiciteit gekregen, ook in de provincie. Dus dat vast festival er was, alleen door de naam al wist ik. En het leek me altijd heel leuk om daar nog een keer naartoe te gaan. En dat is vandaag gebeurd dus. Nou, dat is heel leuk dat u dat mee kunt maken. Maar sowieso heeft de gemeente Oldambt erg veel te bieden op cultuurgebied. Nou, je hebt de Klinker, je hebt eigenlijk ontzettend veel, nou, heel veel festiviteiten en zo en activiteiten. Dus wat dat betreft kun je hier wel aan je trekken komen. En wordt ook altijd erg geprobeerd de Winschoten leuk te maken rondom de Blauwe Stad, veel activiteiten. Dus wat dat betreft vind ik niet alleen voor mij, maar ook voor anderen, valt hier veel te beleven, veel te genieten. En zeker in deze periode waar het graan zo mooi op het veld staat en de omgeving zo prachtig is. En nou ja, ik moet, Winschoten is prachtig, maar dat buitengebied, ik kwam vanochtend via Woldendorp zo naar beneden rijden. Nou, dan zit ik echt te genieten hoor. Dus en al die activiteiten daar dan nog weer bij maakt het tot iets heel moois en een bijzondere gemeente. De stroom is slecht, we scheiden slecht, we hebben geen idee wie. Wie wat zei je, hoe het kwam dat wij hier breken slecht, we rijmen slecht, we dromen slecht. Proef het menu van de toekomst. Wat moet je daarbij voorstellen? Nou, dat is eigenlijk zijn plantjes bijvoorbeeld die in grote silo's worden gekweekt. Verticaal, dus dat zou dan meer duurzaam zijn. En bijvoorbeeld kweekvlees en 3D geprint voedsel, zoals daar. Ja. Maar je weet, heb je nog wel dezelfde ingrediënten, maar die worden heel anders verbouwd. Ja, dat klopt. Kweekvlees staat een beetje in de kinderschoenen, heb ik begrepen. Dat klopt, dat is nog niet echt vrij verkrijgbaar. Nou, ik zou zeggen, laat maar eens proeven. Om de experience af te maken, alsjeblieft. Nou, en hoe smaakt dat? Ik vind het bijzonder lekker. Ja? Absoluut, ja, lekker. Komt het een beetje in de buurt van normale filet americain? Nee, want ik hou normaal niet van filet americain, dus ik vind dit eigenlijk vind ik het veel lekkerder. Oh, nou, wat een fantastisch inzicht dan. Openbaring. Ik heb hier een chocolaatje voor u klaar liggen. Dank u wel. Alsjeblieft. Er is niks mis mee, Victor. Er is helemaal niks mis mee. Prima, zo'n 3D-printer.